Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebal. Ik ben journalist en ik schrijf over popcultuur. En ik heb een boek geschreven, Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. Spider-Man is namelijk mijn favoriete fictiefiguur. En daar gaan we het vandaag over hebben. Of eigenlijk gaan we het vandaag hebben over deze man. Dit is Steve Ditko. Of eigenlijk moet ik zeggen was, want Steve Ditko is recent dood in zijn huis aangetroffen. Hij was 90 jaar oud, even goed. Dit is een van de weinige foto's die van Steve gemaakt zijn, want hij was nogal een kluizenaar, zeker in de laatste 10 jaar van zijn leven. Hij gaf ook weinig interviews. Het was een beetje een zonderlinge man. Maar hij is heel belangrijk geweest voor de Amerikaanse stripindustrie. Omdat hij een van de vaders is van Spider-Man. Die andere vader die heet Stan Lee. Dit is een foto van Stan Lee uit de jaren 50. Nu zie je hem als een oude man vaak voorbij komen in de films van Marvel. Dat is ook niet zo gek, want hij is inmiddels 95. En zo zag hij er dus in de jaren 50 uit. Stan heeft samen met Jack Kirby heel veel figuren voor Marvel bedacht. Heel veel superhelden. Maar onze vriend Steve Ditko en Stan hebben onder andere Doctor Strange samen bedacht. En dus die Amazing Spider-Man. Dit is Amazing Fantasy, of een cover van Amazing Fantasy, nummer 15, waar het eerste Spider-Man verhaal in stond. En deze cover is weer getekend door Jack Kirby, maar wel geïnkt door Steve Ditko. Nou, Kirby heeft wel een heel klein beetje iets te maken gehad. Het is trouwens een heel gaaf boek over superheldengeschiedenis, maar dat even terzijde. Kirby heeft wel een klein beetje iets te maken gehad met de creatie van Spider-Man, maar minimaal. Volgens de overlevering had Stan het idee voor Spider-Man, gaf dat aan Jack Kirby, maar die leverde iets in wat te veel leek op het verhaal van The Fly. En Steve Ditko wees hem daarop, want die inkte de pagina's. En toen zei Stan, oh, maak jij het maar. En wat betekent dat nou uiteindelijk? Ik zeg het nu even heel kort hoor, en ik was er natuurlijk niet bij, maar ik heb een studie nagedaan. Dit is in grote lijnen hoe het ongeveer is gebeurd. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat die Amazing Spider-Man, die we hier zien door John Romita Sr., dus een creatie is van het idee van Stan Lee en van Steve Ditko. Ditko die bepaalde onder andere hoe de personages eruit zagen. Personages zoals Tante May en Uncle Ben, Oom Ben en Peter Parker. Hoe de klasgenoten van Peter eruit zagen, zoals Flash Thompson. En alle andere personages. Dit is trouwens het origin story, het oorspronkelijke verhaal van Spider-Man van Amazing Fantasy. Een replica van die pagina's. En dan kun je gelijk ook zien hoe efficiënt eigenlijk dat is. Want in een paar pagina's, pagina 3, wordt Peter Parker al gebeten door de radioactieve spin. En ontdekt hij zijn krachten. Het verhaal is ook maar iets van 11, 12 pagina's in totaal. En hier zie je dus de stijl van Steve Ditko een beetje. Maar ik laat jullie nog veel meer zien, want Ditko was een bijzonder tekenaar, vind ik. Nou, wat bedacht hij bijvoorbeeld allemaal, behalve dus die personages die ik net noemde? Bijvoorbeeld ook hoe de schurken eruit zagen. Dus de Vulture. Stan mag dan bedacht hebben, er moet een Vulture komen en hoe die er ongeveer uitziet. Maar Ditko bepaalde dus hoe het kostuum eruit zag van die figuren. Ook hoe het fantastische Spider-Man kostuum eruit kwam te zien. Hier een plaatje van Doc Ock. En dat is niet te onderschatten hoe groot, hoe belangrijk dat eigenlijk is, want een deel van de waarom Spider-Man zo populair is, komt natuurlijk door hoe het eruit ziet. Jameson, Betty Brant. Nou, hier zien we een mooie pin-up van alle klasgenoten van Peter Parker. Green Goblin. Ook een toffe creatie en hier dus vormgegeven door Ditko. Waar Ditko iets minder goed in was, was het tekenen van vrouwen, van mooie vrouwen. Het was allemaal adequaat en wat cartoony, maar later neemt John Romita Sr. het over, waar we net de cover van zagen. En die was gewoon gespecialiseerd in het tekenen van mooie dames. Zoals we hier kunnen zien, Mary Jane hier en Gwen Stacy, de eerste grote liefde van Peter eigenlijk. Dus het is een heel andere stijl. Maar toen werd Spider-Man ook wat gestroomlijnder.
En nog populairder. Maar de oorsprong van het design zit dus bij die fantastische tekeningen van Ditko. En wat hij bijvoorbeeld ook deed, wat ik heel gaaf vind aan Ditko's tekeningen, bijvoorbeeld dit soort dingen bedenken. Dit schizofrene karakter van Spider-Man, hè, zijn dubbele identiteit, als zijn instinct gaat en die hem waarschuwt voor gevaar, dan zie je dus een halve Spider-Man en een halve Peter Parker. Soms alleen geldt het voor zijn hoofd, maar dat is heel goed en tof gedaan. En zijn stijl was een beetje cartoony en een beetje awkward, zoals Spider-Man ook eigenlijk is. Dus de stijl van Steve Ditko past gewoon heel goed bij de uitstraling die Spider-Man in het begin van zijn carrière moest hebben. Wat ik erg interessant vind aan Ditko ook. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld dat Spider-Man twee webstreepjes hebben op zijn belt, zeg maar. Maar in andere plaatjes tekent Ditko het weer met als één. Dus hij was helemaal niet consistent in hoe dat web op Spider-Mans kostuum getekend werd. En hij varieerde daar gewoon in, soms ook in de strip zelf al, zeg maar. Dus het is bijna alsof dat web van Spider-Man levend op dat pak zit. Beetje zoals het masker van Rorschach van Watchmen. Dat is natuurlijk niet zo, maar het is wel heel grappig hoe flexibel hij daarin was, zeg maar. En hoe uiteindelijk die strips een representatie zijn van de werkelijkheid en niet natuurlijk heel erg realistisch zijn op sommige opzichten. Dit is trouwens een mooie klassieke scène tussen Jameson en Spider-Man. Die hebben natuurlijk hun hele leven eigenlijk al ruzie. En uiteindelijk heeft hij gewoon de mond van Jameson dicht. Dat zou ik ook doen als ik Spider-Man was. Ditko was niet alleen de tekenaar. Uiteindelijk bedacht hij ook steeds meer de verhalen van Spider-Man. De samenwerking tussen Lee en Ditko werd slechter en slechter. Ze praten ook steeds minder met elkaar. En uiteindelijk is Ditko ook opgestapt na ongeveer 38 nummers. Na gewoon 38 Amazing Spider-Mans getekend te hebben en wat annuals. Maar de eerste 3 jaar bepaalde hij dus de toon en de look heel erg van die Spider-Man comics. Dus nou ja, goed. Steve Ditko is belangrijk voor de Amerikaanse comic-industrie. Vooral voor de creatie van Spider-Man, vind ik. En Doctor Strange. Maar later heeft hij ook nog heel veel andere strips gemaakt. Niet meer Spider-Man Doctor Strange, dat weigerde hij dan. Maar wel bijvoorbeeld strips die heel erg gebaseerd zijn op de ideeën van Ayn Rand. Want daar geloofde hij erg in, het absolutisme. Nou, gedurende zijn leven gaf Ditko eigenlijk bijna nooit interviews. Zeker niet in zijn latere jaren. Wat hij wel deed, was essays schrijven die gepubliceerd werden in een newsletter. Gepubliceerd door Robin Snyder. En daar heb ik er een paar exemplaren van. Hoe kom je daar nou aan? Je stopt dollars in een envelop. Die stuur je in de post naar Robin Snyder toe. En dan krijg je dit opgestuurd. Nou, vertelt Ditko bijvoorbeeld waarom hij stopte met het tekenen van Spider-Man. Op een gegeven moment had hij er gewoon genoeg van. Was de relatie tussen Stan en Ditko verslechterd. En vroeg hij zich eigenlijk af waarom hij nog met Spider-Man bezig was en is hij opgestapt. Dat is eigenlijk een beetje kort de samenvatting die hij vertelt. Het is dus niet zo dat ze ruzie hadden over het feit dat wie de Green Goblin moest zijn en dat soort dingen. Dat zijn geruchten die de ronde doen. Ditko ontkent dat. Hier staat het. Why should I continue to do all these monthly issues, original story ideas, material for a man who is too scared to angry over something to even see talk to me? At some point, I decided to quit Marvel, Spider-Man en Doctor Strange. Ik weet dat hij tot op latere leeftijd nog aan het tekenen was. En er is een hele gave documentaire over Ditko. Die kun je gewoon op YouTube vinden. In Search of Steve Ditko, gemaakt door Jonathan Ross. De BBC-persoonlijkheid, presentator. Die is een grote fan van het werk van Steve Ditko. En die gaat dan op zoek naar de sporen van Steve Ditko. En laat ook heel duidelijk zien wat die man zo bijzonder maakt. En die documentaire eindigt eigenlijk op een hele bijzondere wijze. Dat ga ik jullie nu niet vertellen, want zoek dat maar op. Maar dat geeft wel een heel goed idee van het werk van de wonderlijke Steve Ditko. Die dus op latere leeftijd in New York nog steeds gewoon in zijn atelier in downtown Manhattan 5 dagen per week strips zat te maken. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Subscribe als je wil. En ik zou zeggen, op naar de volgende.